stilte in de zaal. Matthias Pons heeft na 7 dagen van schrikaanjaging en marteling bekend schuldig te zijn aan de volgende misdaden. Eerstens, gecoöpereerd te hebben aan de gewelddadige invasie op het kasteel van Oost boven Valkenburg gelegen. De diefstal met inbraak ten huize van mevrouw de weduwe Duikers. En zijn deel van de gestolen goederen eruit genoten te hebben. Zestens, een roof gepleegd te hebben op de pastorij van een schijf. Decimo, leiding te hebben gegeven aan de kerkdiefstal. Begaan op de nacht voor kerstnacht in 1736 in de kerk van Marienberg. De schepenbank veroordeelt Matthias Pons voor genoemde misdaden en het feit dat hij de leiding gaf aan een grote bende inbrekers, knevelaars, dieven en rovers. Het feit dat Matthias Pons kapitein der bokkenrijders is. Het vonnis luidt publieke doodstraf door vierendeling. Dat dit een voorbeeld mogen zijn voor een ieder die dezelfde weg bewandelt.